Jongens, allereerst bedankt voor het interview. Misschien kunnen jullie even beginnen met een korte introductie. Gaan bier halen, jongen. Opschieten. Hey! Wat ga jij hem doen? Jack. Jullie hebben dus nu jullie eigen show, hè? En kunnen jullie even misschien vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Hey, ik was gisteren, waar ik met de heer Martinus, die heeft zonder grote veren op zijn koord aangegooid. Waar zit hij? Zonder grote. Met de kramme jou. Niet te vast, jongen. Alles in, jongen. Erin, jongen. Kramme. Maar hoe zouden jullie je show willen omschrijven, zeg maar? Allemaal tegen, jongen. Zo gaat het. Rustig, jongen. Rustig, jongen. Rustig, jongen. Kom maar weer aan. Allemaal tegen, jongen. Verdomme, jongen. Kijk hem gewoon. Zes man, bakbal. Bier erbij. Hey, jij ga je geld bij, of niet? Hey. Hop. Hey, oprotte jongen. Hey. Zou ik jou een vraag mogen stellen? Nee. Mij wel. Mag ik mij wel een vraag stellen? Oké. Okay. Zou jij bijvoorbeeld kunnen vertellen wat doe je bijvoorbeeld in het dagelijks leven? Wat voor werk doe je bijvoorbeeld? Doe je slim. Wat vinden jullie ouders er eigenlijk van? Richard bijvoorbeeld, wat vindt je moeder bijvoorbeeld van als ze de show kijkt? Ja, wat vindt ze ervan? Wat zei hij over mijn moeder? Hij zei dat je moeder een hoer was. Ontdekken, jongens. Hij zei dat wel, hè?
Rood friet curry. Rood friet oorlog zonder ui. Rood friet stoofvlees. Rood friet zigeunersaus. Had ik al friet joppiesaus. Kipknots. Twee bamiblokken. Mexicano. Mijn curry. Twee goulaskroketten. Kaasvlee. Hakstaaf. Grizzly. Visstick. Broodje bapa of zes. Nog een kipknots. En Jos Brinkie. Frikandel met theesaus. Een lul met poep. Is gek. Dat was het wel.